In 1638 krijgen Anna van Oostenrijk en koning Lodewijk XIII van Frankrijk een kleine Lodewijk. 5 jaar later al overlijdt papa. En dus wordt de kleuter gekroond tot koning Lodewijk XIV. De zaken worden waargenomen door zijn moeder en een minister. Waardoor Petit Louis zich kan concentreren op opgroeien en dansen. Als puber speelt hij in een balletvoorstelling de rol van de zon. En dat brengt hem op een ideetje. In 1661 neemt Lodewijk de macht over. Zijn troon staat in het paleis van Versailles. Dat hij laat verbouwen tot het mooiste paleis van Europa. Hier geeft hij ook voorstellingen en feesten met de zonnekoning als stralend middelpunt. Lodewijk is ervan overtuigd dat hij is aangesteld door God zelf. En hij houdt niet van tegenspraak. Hij voert oorlogen tegen Nederland, Spanje en de rest van Europa. En tussendoor weet hij ook nog meer dan 20 kinderen te maken bij zijn echtgenoten en allerlei andere dames. Mon Dieu! Na een recordperiode van 72 jaar op de troon overlijdt Lodewijk in 1715. Hij wordt gebalsemd en opgebaard in zijn Versailles. Zo blijft hij ook na zijn dood het zonnetje in huis.